Goedemiddag. Wij zijn wakker de dag na Extrema. Maar ja, oké, het is 1:30 wel. Maar ja, ik had heel het weekend niks uitgeslapen. Nee, het was wel eens nodig. Dus ik dacht, ik ga echt gewoon geen wekker zetten en gewoon zalig slapen. Deed wel goed. We hebben nu ontbijtjes. Sam heeft eitjes gemaakt en broodjes. Dus gaat lekker. Wij zijn ondertussen terug van de fitness. Ik weet niet als ik dat heb gezegd, ik denk het niet. Maar we zijn gaan fitnessen. Ja, en nu gaan we naar mijn ouders en daarna naar Sam zijn ouders. Dus family day. En ik hoop nog op tijd terug te zijn, want we hebben nog niet kunnen douchen. Dus ik wil me nog douchen. En ik wil ook nog wel 2 video's monteren. Ik heb er al wel 3 gemonteerd deze ochtend. Hier zijn we weer in ons garageke. Met onze enge garage. Ik hoor iemand. Dat is iemand met de fiets. We hebben ons gedoucht en we gaan slapen. Ik heb denk ik vandaag echt niet veel gevlogd. Maar we hebben vooral veel bij mijn ouders gebabbeld. Daar heb ik niks gevlogd. En bij Sam zijn ouders ook heel de tijd gebabbeld en dan lekker gegeten. Maar ik ga morgen zeker verder vloggen. Dan zien jullie de rest morgen. Slaap wel iedereen. Slaap wel. En tot morgen. Doei. Goedemiddag. Ik ben net terug van de fitness. Ik ben om 10:00 gaan fitnessen. Het is nu 11:55 en ik ben terug. En ik heb honger. Oh, ik heb zoveel honger nu. Ik heb vandaag armen getraind. Wat wel heel goed is gegaan. En nu ga ik eten. Ik heb nog moussaka van mijn papa. Niet het gezondste, maar wel super lekker. Dus ik ga dat nu eten. Moussaka staat in de microgolf. En nu ga ik me snel omkleden, want binnen een uurtje moet ik op kantoor zijn. Dus ik ga mijn sportkleren uitdoen. Ik zal trouwens nog zeggen van waar alles is. Mijn broek is van de H&M. Gewoon zo een zwart met donkergrijze sportlegging. Dan dit topje van boven is van Missguided. En mijn sport BH, dat is deze, die is van, ik denk, Woman's Secret. En die heeft ook een speciale rug. Zo. Ik weet niet of jullie het zien. En dit is de voorkant. Het is redelijk revealing. Maar ik doe er een blouseje over. Maar die zit wel heel goed en heel stevig. Dus dat vind ik fijn. En die is van Woman's Secret. Ik ben vrij zeker. Oké, snel omkleden. Dan ga ik eten en dan ga ik vertrekken. Ik ben snel een heel klein beetje opgefrist en al een playsuitje aangedaan van Totally Too. En mijn moussaka is klaar, dus ik ga nu eten. Dan ga ik mijn haar ook nog even doen, want die trekken op niks nu. Wij zijn klaar at the office. Sam is hier ook. Hey, hier ben ik. En Nick is daar aan het wandelen naar zijn auto. Celine is net door. En nu gaan we naar de winkel, hè? Toen nog wat kopen. Oh, I am so dead. Ik heb... Wie was dat? Hallo? Hallo? Wilkie? Was jij dat? Ja. Maakte jij zo'n geluidje? Ja. Hey. Ik heb net gemealprepped. Ik heb eerst eten gemaakt voor Sam en voor mij. We hebben gegeten. Sam is nu naar de gym. Ik ben deze morgen al geweest, dus ik ga nu niet meer. En ik heb deze morgen al genoeg gedaan om nu nog eens te moeten gaan. Om nu niet meer te moeten gaan. Maakt niet uit. Ik heb
meal preps gemaakt. Ik heb deze voor Sam gemaakt. Ja, deze twee zijn voor mij. Zalm, steak, groentjes zijn courgette, paprika. Half zakje rijst voor ieder. Dan voor Sam twee keer een steak. Dan heb ik ook soep gemaakt. Hier zat nog een beetje courgettensoep. Dan ga ik nu eten ook nog. Een tasje courgettensoep. Ik heb wel daarnet gegeten. Maar, ja Melks, het is goed schat, kom. Ik heb wel gegeten. We hebben vis, kabeljauw gegeten. Met asperges, tomaatjes, champignon en rijst. Maar ik ben sinds vandaag mijn macro's aan het bijhouden. Dus om te kijken hoeveel eiwitten, vetten en koolhydraten ik eet. Ik zou nog een deel koolhydraten moeten inhalen voor vandaag. Ik zit blijkbaar boven mijn vetaantal. Ik heb veel te veel vet gegeten, maar ik heb vandaag ook noten gegeten. Plus witte vis is ook sowieso al veel vet. Dus en ik zou ook wel nog wat eiwitten moeten eten vandaag. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. Maar ja, oké. Okay. It's all new to me. Zoals ik zei, probeer ik meer krachttraining te doen op de fitness. Maar als je veel krachttraining doet, moet je ook wel goed eten. Zodat je niet ja, ondervoed bent. En als je krachttraining doet, ja, dat is zwaarder voor je lichaam. En ik, ja, soms kun je dat dan niet aan als je niet genoeg koolhydraten of zo eet. Dus ja, daarom gaan Sam en ik nu onze macro's bijhouden om te kijken. Ik moet ook 2100 calorieën... is dat calorieën? Hoe noemt dat? Calorieën, hè? Ja, calorieën denk ik. Moet ik eten. En ik zit nu aan, 1600 denk ik. Wat eigenlijk niet veel is. Ik dacht altijd, wauw, ik eet keiveel en ik eet ook veel. Maar blijkbaar moet ik toch nog meer eten. Zeker voor hoeveel dat ik nu sport en zo. Want anders dan zit ik me binnenkort misschien niet meer lopen. En dat is niet wat we willen, want ik wil net spieren kweken en wat meer massa krijgen. Niet dat ik zo'n bodybuilder wil worden of zo. Maar je weet, je snapt het wel. Dus ja, ik ga nu editen in de zetel. Hier, ik heb hem al gezet. Ik heb mijn jogging aan van Victoria's Secret. Ik ga nog soep eten. Ik moet ook nog dit leeg drinken vandaag. Dus ik heb er nog maar 2 gedronken, wat niet goed is. Want ik wil 3 liter per dag drinken en zo 1 is 1 liter. Ik heb ook wel redelijk wat thee gedronken. Alleen toch 3 tassen, dus dat telt ook wel mee. Maar ik ga toch nog proberen deze leeg te hebben. Cuties. Hier is nog een cutie. Oh. Chicon. Ja. Chicon. Echt waar. Die ligt hier al de hele tijd. Ik doe de camera en hij springt weg. Zo. Sjelleke. Gaat je ook weg? Gaat je ook weg? Yep. Yep, zegt. Komt je bij mij? Hey. Komt eens bij mij. Komt eens bij mij. Nee. Waar is er? Kom hier, kom. 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 Die wil, maar die weet niet hoe. Ja, echt op die poot hoor. Oké. Okay. Heb je goed getraind? Ja, goed. Very good. Heeft pull-ups gedaan, hè? Nee. Nee? Een pull-workout. Ah, een pull-workout. Oeps. Ik wist niet wat dat al was, maar dat zijn... Dus wat moet je dan doen? Workouts? Ja, dus voor? Pull-workout en push-workout. Laat uw pulls eens zien hoe je poelt. Hoe ik pull? Ja. Zo. Of zo. Ik kom Sheldon hier wat milkies plaatsen. Smijlijke.
Dus ja, ik ben heel moe. We hebben nog Shoshi Shaw gekeken. En very good, Shoshi Shaw Family Vacation. En nu gaan we slapen. Maar ik ben very, very moe. Me too. Yes. Hopelijk vond je het een leuke vlog, dus zeker. En wij zien jullie morgen.